Ik als coach wil alles onder controle hebben. En ik heb mijn spelers verzocht om bij de club penalties te nemen. Dat hebben ze allemaal gedaan. En dan begin je hier de penalties en dan mis je de eerste twee. Ja. Dan weer niet meer als je de twee mist. Als je de één mist, dan kan dat. En dat heb je ook weer gezien. Omdat bij Argentinië er ook één naast ging. Maar ja, je kan het niet simuleren. Dat heb ik ook een keer gezegd in de persconferentie. Maar je kan er een plusje van maken. Maar helaas was het niet genoeg. Het was heet gebakerd, zo nu en dan. Nou ja. Kijk, ik wil het nog wel eens een keer terugzien op televisie, die penalty. Dan alle tijdrekken wat de Argentijnen deden. Nou, ik vond die scheids heel vervelend. Die penalty was zo, maar die scheids was wel vervelend voor jullie. Nou ja, die indruk had ik ook. Maar wij verliezen niet door de scheidsrechter, want we spelen ook nog gelijk. En uiteindelijk ga je penalties nemen en dan ben je eruit. En dat is de tweede keer. Voor mij dan, als bondscoach. Ook in Brazilië gingen wij eruit. Anders hadden we in de finale gespeeld.